allemaal, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En deze video gaat over Stable Friends. En ik heb deze video al een keer eerder opgenomen. Dat was met mijn nieuwe microfoon. Maar die deed het niet zo goed. Het geluid was echt heel erg slecht. Dus ik heb besloten om de video opnieuw op te nemen met mijn oude vertrouwde koptelefoon. Want hiermee is het geluid wel gewoon goed. Maar we gaan er gewoon weer iets leuks van maken. En ik hoop dat jullie er zin in hebben. Dus laten we snel beginnen. Het is nu ook al avond, dus de webcamkwaliteit is iets minder dan normaal. Sorry daarvoor. Maar we gaan het nu hebben over de hashtag PromoteMij. Heb jij een YouTube-kanaal en maak je hele leuke YouTube-filmpjes en wil je daar graag meer aandacht voor hebben? Plaats dan jouw YouTube-kanaal en jouw YouTube-filmpjes onder de hashtag PromoteMij. Want dan ga ik in elke Stable Friends video een paar van jullie filmpjes promoten. Heb je geen YouTube-kanaal, maar wil je wel graag dat ik jouw foto's laat zien in Stable Friends filmpjes? Plaats dan jouw foto's onder de hashtag Stephanie's shoutout. Daar laat ik ook in elke Stable Friends video's een paar foto's van zien. Dan ga ik nu een paar van jullie video's bekijken onder de hashtag PromoteMij. En de eerste heb ik hier zo van Sarah Korens. Zij heeft een linkje geplaatst naar haar YouTube kanaal. Daar staat: abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik upload zeker elke week een nieuwe video over Star Stable. Gaan we even naar haar YouTube kanaal. Dit is haar YouTube kanaal en ze maakt dus allemaal hele leuke filmpjes over Star Stable. Dus wil je nou meer zien van haar? Haar YouTube kanaal heet Violet Pixie Heart. Dus neem zeker een kijkje. De volgende is een edit van Melissa Eaglehome. Nou, hele leuke edit, zei ik ook al in mijn vorige video die ik dus eerder vandaag ook al heb opgenomen. Ik vind het super knap dat mensen dit kunnen. Ik zou dat echt nooit kunnen. Maar ik vind hem echt super, super leuk gemaakt. Ze heeft ook een YouTube kanaal en heeft ze hier een linkje naartoe geplaatst. Dit is wel mijn favoriete edit van haar, want ik vind hem echt super, super cool. Maar haar YouTube-kanaal heet Darkshine, dus wil je nou meer van haar edits zien, neem dan zeker een kijkje. Dan hebben we hier een edit van Nina van Dalen. Is natuurlijk super sneu. Er staat ook bij: je moet je soulhorse laten inslapen. Maar ondanks dat het heel erg zielig is, is het wel super mooi gemaakt. Ik vind vooral dit beginstukje hier zo met dat je de hartslag zo ziet. En dat traantje die je net zag, vind ik heel mooi erop geëdit. En op TikTok heet ze SSOX.Fendi. En hier hebben we een TikTok van Tira Saltwatcher. In de video die ik eerder vandaag al online heb gezet, heb ik deel 3 gekeken. Maar nu ga ik even deel 1 kijken. Heel erg leuk, want ik heb deel 3 dus ook al gezien en ze heeft een heel verhaal hiervan gemaakt. Dus echt super gaaf. De TikTok heet Tira_Saltwatcher. En deze serie van haar is echt super leuk, dus ga die zeker kijken. Dan hebben we een edit van Jolien Impe. What do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Ik vind deze echt super leuk. Hij is echt heel erg vrolijk. Ja, eigenlijk heb ik er niet zoveel op aan te merken. Ik vind hem gewoon heel erg leuk. De TikTok heet SSO_macaroni_love. Dus neem zeker een kijkje, want het zijn hele leuke TikToks.
Dan wil ik ook nog eventjes deze pagina aan jullie laten zien van Emma Spaarden TV. Want ik kwam haar tegen en ze maakt echt superleuke dingetjes. Kijk, hier staan al haar foto's en zo. En ze heeft dus ook een YouTube kanaal, die heet Emma Spaarden TV. Ik wil jullie eventjes haar kanaaltrailer laten zien. Nou, zoals jullie kunnen zien, ze maakt dus hele leuke video's, dus neem zeker eventjes een kijkje. Dan gaan we nu naar Stable Friends nieuws. Allereerst wil ik jullie dit laten zien, want als je naar je nieuwsfeed gaat hier zo en je hier op dit dingetje drukt, kan je dus aanklikken of je alle posts wilt zien van alle mensen of alleen van de mensen die je volgt of de pagina's en groepen die je hebt geliked. Dat is heel erg handig, want als je dus niet alle foto's van iedereen wilt zien, kan je dus gewoon aanzetten alleen mensen die ik volg en dan krijg je dus niet iedereen te zien en je kan wel gewoon alle posts aanvinken. Dus net wat jij leuk vindt. Dan kan je hierboven ook nog aanpassen wat je allemaal wilt zien. Hier zo kan je bijvoorbeeld alleen tekst zien. Je kan hier alleen foto's zien of video's. Net wat jij wilt zien. En dan wil ik het ook nog eventjes hebben over de stablecoins en de punten. Want ik heb best wel veel verwarring van mensen die denken dat punten en stablecoins hetzelfde zijn. Daarvoor gaan we even naar mijn punten toe. Hier zo, dit weten jullie ook allemaal. Dit kunnen jullie ook allemaal zien. Hier zo staan jouw punten. Maar punten zijn niet hetzelfde als stablecoins. Je kan jouw stablecoins vinden door hier zo te drukken op jouw stablecoins portemonnee. En hier zie je dus jouw stablecoins. Dus zoals jullie zien, stablecoins is niet hetzelfde als punt. 100 punten is 1 stablecoin. Dan gaan we naar de stablecoins giveaway. Voordat ik de stablecoins giveaway ga bespreken, wil ik eerst eventjes hebben over de Starcoin spaaractie. De meesten weten dit allemaal al, maar als je 100 stablecoins, geen punten jongens, 100 stablecoins hebt, kun je mij een chatbericht sturen en ik kan 20 giftcards ter waarde van 500 Starcoins weggeven. Het is trouwens niet gesponsord, ik betaal het gewoon allemaal zelf. De 10 mensen die als eerste 100 stablecoins hebben gespaard, krijgen sowieso 500 starcoins, de giftcard ter waarde van 500 starcoins. Hierbij wordt wel gelet op dat je niet spamt en dat je wel gewoon leuke dingen plaatst. En de andere 10 mensen ga ik verloten. Deze actie is tot 1 juli. Maar om het een beetje eerlijk te houden voor de mensen die nieuw komen op Stable Friends, doe ik regelmatig stablecoins giveaways. En hier zo is dus de tweede stablecoins giveaway. Wat houdt deze stablecoins giveaway in? Nou, je moet een foto maken op jouw starterspaard in jouw favoriete gebied op heel Star Stable. Het is belangrijk dat je 1 foto instuurt, want als je meerdere foto's instuurt is het niet eerlijk. Dus stuur echt maar 1 foto in, anders dan kan je helaas niet winnen. Het is belangrijk dat je die foto plaatst onder de hashtag SC. SC staat voor stablecoins. SC giveaway your fic. Als je je foto niet onder deze hashtag plaatst, kan ik jouw foto niet zien. De actie is tot vrijdag 12 maart en dan ga ik 10 mensen uitkiezen en die 10 mensen krijgen 15 stablecoins en ik let gewoon op creativiteit. Dan nog eventjes alles in het kort. Ik heb het vandaag gehad over de hashtags promote mij en Stephanie's shoutout. Het is belangrijk dat je alleen video's plaatst onder de hashtag promote mij als jij meer aandacht wilt op jouw YouTube kanaal of TikTok account. Maar als je gewoon foto's wilt plaatsen omdat je graag in mijn video wilt komen, dan plaats je het onder de hashtag Stephanie's shoutout. Ook hebben we het gehad over nieuws in Stable Friends, dat je hier zo kan aanvinken of je alle posts wil zien of alleen van de mensen die je volgt. We hebben het gehad over punten en stablecoins en dat je hier zo kan aanpassen wat je allemaal ziet op je nieuwsfeed. Dan hebben we het ook nog gehad over de stablecoins giveaway. En ik wil jullie heel erg veel plezier wensen met het maken van de foto's. Belangrijk, stuur maar 1 foto in. En dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus zeker een blauw duimpje omhoog en abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!